video. In deze video ga ik weer een keer een fashion shoplog doen. Ik heb natuurlijk onlangs verteld in mijn Black Friday video dat ik ook best wel weer wat kleding had gekocht. En dat was alweer een tijdje geleden. En daarom heb ik gevraagd aan jullie op Instagram of jullie het tof zouden vinden om een fashion shoplog te zien. En daar kreeg ik massaal ja op. Dus in deze video ga ik jullie laten zien wat ik allemaal geshopt heb. Dus als je benieuwd bent welke items dat zijn en waar ik ze heb gekocht, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, om te beginnen heb ik natuurlijk echt wel een beauty kanaal en ben ik meer een beauty lover als echt een fashion lover. Ik vind sowieso kleding wel heel erg tof, maar ik kan nooit zo echt lekker makkelijk slagen. Sowieso ben ik natuurlijk best wel lang. Ik ben 1,90 meter voor degenen die dat nog niet wisten. Ik heb toch wel wat curves, dus ik vind ook niet alles even flatteus staan. Ik ben best wel kritisch nog met kleding en ik vind het altijd wel lastig op het moment dat ik iets zoek, iets te vinden. En nu was ik niet op zoek en vond ik in één keer allemaal toffe dingen. Dus toen dacht ik van ja, nu kan ik het of uitstellen of ik kan nu gewoon even inslaan en even een tijdje weer niet. En dan heb ik in ieder geval weer toffe nieuwe items in mijn kast. Eigenlijk is alles wel een beetje met korting gekocht. Niet per se Black Friday korting, maar gewoon ja, mid-season sale, fall sale, noem het maar op. En ik ga even beginnen met Zalando. Ik begin met deze trui, want deze trui is ook nieuw. En ja, waar ik vooral heel erg van gecharmeerd ben, is de kleur. Ik vind het gewoon echt heel erg tof, dat kobaltblauw bij mijn haar, bij mijn ogen. En ik heb hem al een paar keer aangehad en elke keer krijg ik weer super lieve complimentjes. Dus ja, deze trui is echt heel tof. Hij is van Street One. Het is niet per se een hele dikke trui, maar hij is toch best wel warm. En zeker eigenlijk met dagen zoals nu is dit eigenlijk echt een perfecte trui. Ik zal alle items die nog te koop zijn in ieder geval voor jullie even linken in de beschrijving. Zodat je eventueel ook een van de items kunt gaan shoppen. Nou, eigenlijk met de temperatuur. Zoals nu buiten draag ik eigenlijk het liefst gewoon lekker truien en het liefst een beetje in verschillende kleuren. Zo heb ik ook deze trui gekocht en dit is echt een hele mooie ja, minty blauwe trui. Minty groen, minty blauw, hoe je het wil noemen. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Lekkere lange mouwen. En het grappige is, hij is best wel lang, maar hij valt wel zeg maar mooi wat voller zeg maar bij de heupen. Maar het is nog wel flatteus zeg maar. Dus hij zit juist wat losser, maar wel op een elegante manier. Nou, ik denk dat ik niet hoef toe te lichten dat ik vooral de kleur heel vet vind. Ik vind dit ook wederom heel erg mooi bij mijn bruine ogen. Knalt lekker. En ik ben gewoon dol op mintkleuren. Dus ja, deze trui is heel erg lekker zacht van stof. Ook lekker goed ademend. Misschien ook wel juist wel geschikt voor het voorjaar, omdat hij toch niet zo heel dik is. Maar ja, eigenlijk een hele goede aankoop. Was wel een wat duurdere trui, maar ben er uiteindelijk wel echt heel erg blij mee. En heb hem ook al veel gedragen. Ben ook echt wel iemand, als ik nieuwe items heb gekocht, doe ik ze het liefst dezelfde dag nog aan. Dus het zal echt wel zeker kunnen voorkomen dat er items tussen zitten die ik al aan heb gehad. En meer wel als niet, denk ik. Dus in ieder geval, die mint trui was ook een goede aankoop. Toen kwam ik deze trui tegen. En je ziet het al goed, ik heb hem ook al aangehad in een shoplog. Dus ik denk dat je hem ook al gezien hebt. Dit is namelijk echt gewoon een zuurstokroze trui. Echt een wollen trui. Dit is echt wel een dikke trui. Lekker baggy ook, lekker oversized, grote mouwen. En ja, toen ik deze trui zag, dacht ik eigenlijk van damn, wie gaat er nou in zo'n zuurstokroze trui lopen? Wie, weet je? En toen aan de andere kant dacht ik, weet je? Ik! I love it! En inderdaad, ik vind hem echt super tof. Hij is heerlijk warm. Ik vind het ook echt jammer dat hij niet in meerdere kleuren is, want anders had ik hem echt nog een keer gekocht. Hij is van de Villa. En lekker op een zwarte jeans met een grote hoge knot. I love it. Dus ja, geinig, maar ik ben wel heel blij dat ik hem gekocht heb. En hij bevalt dus echt heel erg goed. Nou, dan kocht ik nog meer, want ik heb best wel aardig wat geshopt bij de Zalando de afgelopen weken. En ja, wat ik dan natuurlijk vaak doe, is dat ik dan zorg dat ik het achteraf kan betalen. Dat ik het eerst laat thuiskomen, even passen, even kijken. En als ik dan denk van, nou, dit vind ik tof, dan hou ik het. Op het moment dat ik alles binnen heb, dan ja, betaal ik natuurlijk het bedrag terug. Is ook een beetje tricky, want op een gegeven moment denk je dan van, oh, dit had ik nog en dit had ik nog. Oh, dat is best een hoog bedrag. Maar ja, daardoor ben ik wel goed geslaagd en heb ik goed van tevoren kunnen passen en kijken of ik het tof vond. Zo kocht ik ook deze leather broek. Het is een beetje ja, nep leer, maar het is echt een hele mooie broek. Sowieso is hij lekker stretchy. Er zit hier helemaal een elastieke band in. De rit zit aan de zijkant. Dat is altijd wel even wennen, maar ja, het is wel echt gewoon een mooie stevige rit. De broek is sowieso mooi stevig en zit ook echt heel erg fijn om de been nemen. Want de binnenkant is zeg maar wat meer een wat zachtere stof. Dus je glijdt er ook best wel makkelijk in. Onderkant is ook mooi afgewerkt. En hier kun je ook een beetje zien wat ik bedoelde qua stof. Het is echt een beetje een soort van ja, een beetje bijna badstof. Maar wel echt gewoon heel erg zacht. Dus het zit ook echt fijn om je benen heen. Deze is van de Topshop van de Tol collectie. En ja, als je mijn kanaal langer volgt, dan weet je dat ik echt verliefd ben op de broeken van de Topshop Tol collectie. Ik ben natuurlijk lang, zoals ik net al verteld heb. En broeken zijn vaak te kort. En dit zijn echt de beste broeken ooit. Vooral de Yoni, de stijl Yoni. Dat is echt mijn lievelings, heb ik nu ook aan.
Dus het feit dat deze ook van de tolcollectie was, dan wist ik al gewoon dat is de goede maat, de goede lengte. En dat was ook zo. Dus het was best wel een impuls aankoop, want ik was eigenlijk niet zoekende naar deze. Ik kwam hem gewoon sporadisch tegen. Maar ik ben wel echt heel blij met deze broek. Want zo'n leather broek kan je natuurlijk juist onder een wat, wat suffere, klassiekere look aan. Maar dan spijs je wel echt de hele outfit op. Dus dit is ook absoluut een hele goede aankoop. Dus mocht je net als ik ook best wel lang zijn en graag zo'n broek willen, is dit absoluut een aanrader. Dan heb ik ook best wel aardig wat blouses gekocht. Sowieso is het echt heel grappig, want vroeger, toen ik echt nog een stuk jonger was, had ik echt niks met blouses. Sowieso liever truien, topjes, noem het maar op. Maar echt geen blouses. Ik weet niet, ik voelde me gewoon niet staan. Ik voelde me niet lekker in. Was ook altijd een beetje eentonig qua kleur destijds. En nu ben ik echt verliefd op blouses. Eigenlijk is mijn halve kast inmiddels vol met blouses. En allerlei kleuren, allerlei stijlen vind ik gewoon echt super tof. Dus ik heb ook weer wat blouses gescoord. Sommige zijn wat klassieker, andere zijn lekker weer wat gekker. Dus die wil ik ook graag met jullie delen. Zoals je ziet zijn het er best wel een paar. Ze zitten allemaal nog op het hangertje om het wat beter te kunnen laten zien. Ik begin even met deze blouse van Esprit. Eigenlijk is het niet zo'n hele speciale blouse, buiten het feit dat hij aan de binnenkant wat smaller valt. En de mouwen zijn dus wat wijder en een beetje doorzichtig, ook wat strakker. Het valt er wat wijder uit, maar is wel weer mooi getailleerd aan de onderkant. En de achterkant is een beetje open gewerkt, dus vooral dit effect vond ik gewoon heel erg tof. En ik vind Esprit altijd wel gewoon een fijn merk, kwalitatief goed. En deze had een leuke prijs, dus toen dacht ik van ja, dit vind ik wel een blouse die je echt nog wel meerdere keren per jaar aan kan. Is niet per se heel warm, maar je kan natuurlijk altijd een jasje of iets overheen doen. Dan kocht ik deze blouse en deze vond ik echt fantastisch. Het is een panterprintje, maar dan met velvet, zeg maar. En hij schijnt dus door, als je dat goed kunt zien zo. Dus je kunt ervoor kiezen om er alleen gewoon een hemdje onder te doen. Of niks, dat kan ook. Je kan er verschillende dingen mee doen. Hij is van het merk Good American. Kende ik persoonlijk niet. En ik moet wel lachen, want als ik hem op het hangertje zie, krijg ik een beetje pyjama vibes van. Maar als ik hier een toffe lichte jeans op doe, of die leather broek bijvoorbeeld van de Topshop, is het echt een hele toffe outfit. Ik heb al verschillende video's aangehad, volgens mij met de kerstlook, kerstlook 1. En daar vond ik het ook heel feestelijk bij. Dus ja, ik hou erg van velvet, ik hou van panter, ik hou van zwart. Dus ja, dit was echt wel mijn ding. Dus dit is ook een goede aankoop geweest. Deze was wel wat prijziger, maar ja, toen ik hem eenmaal binnen had, had ik echt wel zoiets van dit is wel weer even anders, even iets origineels. En daar hou ik gewoon heel erg van. Dan heb ik hier nog een zwarte blouse. Hij zit even achterstevoren op de hanger, omdat hij dan net even ietsjes mooier hangt. En natuurlijk niet van die tuiten in de mouwen krijgt. Er zit nog een hemdje onder. Je zit hier ook best wel een grappig systeem. Hier zit een soort van drukkers en daar zat het hemdje omheen. Dus ik heb ervoor gekozen om dat hemdje eruit te halen, want ik vond het hemdje een beetje kort. Maar dat is echt super slim gedaan. Dus er zit zeg maar een soort lusje en dan een drukknoopje. En daar zat het hemdje omheen gedaan. Dus je kunt ervoor kiezen om het hemdje eruit te halen of eraan te laten zitten. Maar ook voor wassen bijvoorbeeld kun je dat hemdje dus apart wassen. En dit is gewoon een hele mooie zwarte blouse. Het is net eventjes weer wat anders. Een beetje een ribbelkraagje. Dit was zo'n klassieke look, maar ik vind hem gewoon echt heel erg mooi vallen. Ik kom hem tegen en ik dacht, hij is net even wat klassieker. Maar je kan hem met toffe sneakers ook weer een beetje opspijzen. En ja, het was eigenlijk wel wat ik dacht, ik vind jou tof. Die bestel ik. En toen ik hem binnen kreeg, had ik echt zoiets van ja, hij valt mooi, hij zit lekker. Die hou ik. En ja, een zwarte blouse. Ik denk dat je daar nooit te veel van kan hebben. Nou, dan heb ik ook nog deze. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde als met die roze trui van de villa. Ik kwam deze tegen en dacht, damn, wie gaat dit nou aandoen? Maar het model stond het zo tof met de lichte jeans op de foto. Dat ik dacht van, oh, ik vind jou wel leuk. Het enige nadeel vind ik dus dat de binnenkant van de stof is lichter. Dus dit, als je dit zo open draagt, zie je dus de binnenkant. En dat vind ik een beetje jammer. Dat had wat mij betreft wel dezelfde kleur mogen zijn. Maar details. De blouse is super zacht. Heel erg lekker stofje. Een beetje een bordeaux panterprintje. Ik vind hem echt heel tof. En hij is best wel een beetje oversized. Dus je kan hem ook gewoon lekker in je broek stoppen. En ja, wat ik zei, het was best wel een beetje een apart iets. Maar op het moment dat ik hem aan had, vooral omdat de kleur rood, bordeaux, toch wel mooi is op mijn huid. Dacht ik van, weet je, ik vind het toch eigenlijk wel heel tof. En wat ik zei, in een lichte jeans. Ik hou echt wel van lichte jeans. Vind ik dit echt heel vet. Deze heb ik aangehad in de Charlotte Tilbury Holiday collectie video. Daar heb ik ook echt super veel complimentjes op gehad. Dan heb ik hier de laatste blouse. En dit is ook wel veel anders. Ik zie trouwens dat hier dat hemdje onder zit wat onder de zwarte blouse hoort. Nou ja, maakt niet uit. Ik zal hem even een beetje dicht doen. Hier zitten ook gewoon normale, zeg maar transparante knoopjes op. Dus dit is ook best wel gewoon een nette blouse. Grappig detail is dat de mouwen hebben een elastieke band. Dus daardoor is hij wat wijder bij de mouwen. Maar de kleur vind ik vooral heel tof. En als je goed kijkt heeft hij een soort van ingewerkt slangenprintje. Dus het is net even wat anders. En ook deze is heel erg tof om een soort van op te knopen of in je broek te doen. Dus ook hier ben ik echt achteraf heel erg blij mee. Want dit was wel een beetje zo'n kleur dat ik dacht, dit staat of heel tof of het is een beetje net niet. En toen had ik hem aan en toen dacht ik,
Ik vind het echt best wel tof, maar dat komt vooral door het printje. Het is toch net even weer wat anders. Nou, dan dacht je misschien dat het alles was van Zalando, maar ik heb nog 2 kleding items en ik heb nog 1 accessoire. Ik begin nog even met een shirt wat ik heb gekocht. En dit was ook weer zo'n item dat ik het zag en dat ik dacht van, het model staat er tof. Maar is dit iets voor mij? En dan koop ik het en doe ik het aan en denk ik, oh, maar dit is echt best wel leuk. Moet hier wel heel erg om lachen, want ik heb het gepast toen mijn vader zeg maar op de bank zat. Even in de woonkamer, even snel, dat ik dacht, even kijken hoe het staat. En hij zei gelijk, oh, zo'n scheidsrechtershirt. Het is echt inderdaad met van die strepen, net als met een scheidsrechter. Dus daar moest ik stiekem wel heel erg om lachen. Maar het stond wel heel erg tof. Sowieso natuurlijk vind ik verticale strepen persoonlijk mooier als horizontale strepen. Op de mouwen staat heel tof Daisy. En ja, Daisy is natuurlijk een bloem, madeliefje. Ik heb een Dandelion tatoeage op mijn rug. Dus ik vond dat detail ook best wel geinig. Stof is echt mooi. Het is echt wel een wat dikker truitje. Deze heb ik nog niet aangehad. Omdat ik deze ja toch met dit weer nog wel wat kouder vind. En ik nog niet echt een goed shirt heb gevonden om hier eventueel onder te doen. Zo zie je maar. Ik heb eigenlijk het hele jaar niet echt heel veel kleding gekocht. En in één keer had ik echt zoiets van, oh, maar dit is leuk en dat is leuk. Dus, en ook nog eens met korting bijna allemaal. Dus ja, ik heb wel echt goed gescoord, kan je zeggen. Dan heb ik ook nog een ander zwart shirt. En ik heb een paar van dit soort, ja, ik noem het altijd een beetje van die band shirts. Gewoon zwarte shirts die je gewoon lekker in je broek kan stoppen. En het is gewoon altijd goed. En deze heeft Friends erop. Nou ja, ik denk dat iedereen wel weet wie Friends zijn. Dus ik vond het wel gewoon een tof shirt. Beetje kleur. En zwart is altijd goed. Het zijn best wel van die basic shirts. Maar ik vind het altijd wel lekker. En deze is maar 10 geloof ik. Dus dat vond ik ook wel een leuke toevoeging. Nou, dan was dat het in ieder geval voor de kleding van Zalando. Ja, het is inderdaad superveel. Vooral natuurlijk bovenkleding. Omdat ik net al aangaf, ik heb gewoon al hele fijne jeans gevonden. Dus dan hoef ik niet echt per se meer andere broeken. Dus ja, het is veel bovenkleding. Maar ik ben met alles eigenlijk echt wel heel erg blij. En zoals je ziet heb ik al heel veel aangehad. Dus dat wil wel zeggen hoe goed het in de smaak is gevallen. Dan heb ik nu nog een item om te laten zien van Zalando. En deze zijn van Michael Kors. Dit zijn namelijk hakken. Want ja, ik ben inderdaad heel lang. Dus dan zou je denken van draag je wel eens hakken. Nou, ik heb best wel veel. Dat verwacht je misschien niet van die little black dresses in de kast liggen. Sowieso als ik vroeger naar bijvoorbeeld de Beauty Bloss Party ben geweest. Ik ben 3 keer geweest. Dus ja, iedere keer wel een andere jurkje gekocht, zeg maar. Feestjes, oudjaar, verjaardagen, noem het maar op. Ik heb echt heel veel van die zwarte jurkjes. Eigenlijk zou ik een keer een soort van little black dress collective video moeten maken. Want ik heb er echt heel veel. En echt wel mooie jurkjes. Ben er wel heel blij mee. Maar ja, ik heb eigenlijk maar 1 paar hakken wat ik er altijd onder draag. En ja, die zijn gewoon best wel versleten. Die waren van de Van Haren, een beetje opengewerkt met een soort van houtlook. En die zijn gewoon echt niet meer mooi. En ja, ik had zoiets van, ik moet eigenlijk gewoon nog een goed paar zwarte pumps. Maar ja, ook weer niet te hoog. Ook weer niet, ja, gewoon klassieke pumps waar eigenlijk alles wel gewoon goed bij staat. Nou, dat was best wel even een zoektocht. Want vooral de lengte en de prijs-kwaliteitsverhouding vind ik wel lastig. Ik heb al eerder schoenen van Michael Kors gehad. Een soort van velvet sneakers. Die draag ik eigenlijk meer een beetje met speciale gelegenheden. Maar die zijn ook echt gewoon heel erg mooi van kwaliteit. Dus ja, ik wist wel dat dit goed zat. Nu was natuurlijk nog de vraag of ze ook fijn zitten. Want ik heb ook maat 42. En toen kwamen ze binnen en toen dacht ik van ja, jullie zijn wel hoog. En ik zou echt even weer een beetje moeten oefenen. Want die anderen waren echt wel een stuk lager. Maar ik vond ze zo vet. Ze zijn echt zo verschrikkelijk mooi. Dit zijn ze. Ik zal ze sowieso even linken in de beschrijving. En ja, het is echt wel een flinke hak. Volgens mij is het 11 centimeter. Dus ja, ik ben inderdaad meer dan 2 meter met deze hakken aan. Maar ik vind het gewoon wel de outfit echt gewoon afmaken. En het feit dat er zo'n taboe op hangt om als je lang bent geen hakken aan te doen. Laat mij dan maar degene zijn die gewoon lekker wel die palen aandoet. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Mooie zwarte leren hakken. Zwarte hak vind ik ook heel mooi. Maar ik vind het wel echt hele mooie pumps. Dus ik ben hier wel echt heel blij mee. En zo'n aankoop als dit, daar loop je niet iedere dag op. Dus het moment dat je ze draagt, dan ben je er gewoon heel blij mee. En doe je er lang mee. Dus ja, ik heb ze nu eindelijk gevonden. En op het moment dat ik weer een keer een jurkje aan doe voor een feestje, verjaardag, noem het maar op. Zal ik waarschijnlijk deze schoenen eronder doen. Ik ben in ieder geval blij mee dat ik ze gekocht heb. Want het was dus best wel even een zoektocht om toffe zwarte pumps te vinden. En ja, ik ben toch geslaagd. Sowieso hoop ik voor nu wel even genoeg schoenen. Ik had nog een ander paar sneakers van Puma gescoord voor echt 30 euro of zo. Maar toen ik ze eenmaal hier thuis had, vond ik ze toch niet zo heel mooi zitten. En ja, ik merkte toch wel dat ze ja, niet voor niks 30 euro waren, zeg maar. En voor de rest ben ik nog gewoon prima tevreden met wat ik in mijn kast heb. Ik zou het nog wel tof vinden om een gaaf paar cowboylaars of zo te fixen. Om net even die look weer iets af te maken. Maar voor nu ben ik wel even prima tevreden met mijn schoenencollectie. Ik heb ook nog bij 3 andere kledingwinkels geshopt. Of webshops kan ik eigenlijk beter zeggen. En ik heb hier 2 items
die ik bij de H&M heb gescoord. Waarvan deze sowieso in de video dat ik hem aan had, heb ik er zoveel complimenten over gehad en vragen waar die van was. Dat is deze trui. Hij heeft een hele mooie V-hals en een prachtige paarse kleur. Sowieso zie je wel, ik heb nu echt truien in honderden verschillende kleuren bijna. En ik vond dit echt een hele toffe kleur paars. Paars staat ook mooi bij bruine ogen, dus dat kwam goed uit. Ja, ik vind het echt een hele toffe trui. Hij is wel wat korter, maar hij valt precies zeg maar mooi op mijn broek. Mouwen zijn iets wijder, maar vooral de halslijn vind ik gewoon echt heel mooi. Zit heel fijn. Er is een iets wollige stof en ja, vooral de kleur knalt heerlijk. Dus ja, ik ben echt heel blij met deze trui. Hij is overigens ook te koop in een beetje een soort van witte crème tint. Maar ja, mij flatteert dat niet zo. Maar mocht je de trui dus leuk vinden, hij is er ook nog in een andere kleur. Ik hoop dat hij er nog is op het moment dat ik deze video online zet. Want het is echt een aanrader. En dan kocht ik ook nog een ander soort van band shirt. Maar dit is dan wel echt een band shirt. Want hierop staan de Rolling Stones. Ja, ik vond het gewoon een tof shirt. En niet eens zozeer dat ik de Rolling Stones heel perfect vind of zo. Dus daar ga je weer bandshirts kopen terwijl je eigenlijk niet naar de muziek luistert. Nou en, ik vond het gewoon een leuk shirt. Allemaal van die gekleurde tongen. Ik vond het wel lachen. Dus deze heb ik ook gekocht. Deze is een maatje groter als dat French shirt. Dus deze is echt lekker oversized. En echt een beetje een soort van mannen t-shirt. Vind ik af en toe gewoon even lekker. Gewoon een beetje stoer, een beetje edgy. Ik hou er wel van. Nou, dan vertelde ik dus toen net al dat ik dus best wel lang ben. En dat heb ik al echt, natuurlijk mijn hele leven. Dus ik ben altijd al lang geweest. Broek en dat soort dingen, dat lukt me eigenlijk steeds beter. Maar wat er nog steeds na jaren heel erg boven mijn wishlist stond, is een mooie zwarte pantalon. Die je zowel casual kan dragen als zakelijk, als netjes voor een feestje of zo. Maar ja, dat is oprecht wel echt heel erg moeilijk. En ik deed een bestelling bij Naked en daar vond ik wel een toffe pantalon zwart. Maar die kwam binnen en die was echt gewoon wel zo'n stuk te kort. Dus ik had zoiets van, het gaat toch niet helemaal lukken. En daar zit er een winkel in Nederland op twee plaatsen. In Apeldoorn en in Hoofddorp. Ik ben zelf naar Apeldoorn geweest. Om daar in ieder geval te kijken of dat ik daar zou kunnen slagen. Dat is House of Tall. Dus dat is echt een winkel speciaal voor lange vrouwen, lange mannen. En alles is daar echt op lengte, zeg maar, ook te koop. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik heb gevraagd, ik wil heel erg graag een mooie zwarte pantalon. Wat kunnen jullie voor mij betekenen? Nou, ik heb er verschillende aan gehad. Kwam toch nog wel tot ontdekking dat sommige toch nog wel te kort waren. Dus ik ben echt wel lang qua benen ook. Dus ik heb echt wel die lengte nodig. Maar ik ben wel geslaagd en dat is wel deze prachtige pantalon geworden. En ik ben er echt super blij mee. Het is iets meer een soort van jeans model aan de bovenkant, maar de stof is echt prachtig. Het is zo'n mooie, zachte, stevige kwaliteit. Als je dit aan hebt, wil je eigenlijk gewoon continu aan je benen en aan je billen voelen. Want het zit echt super lekker. Er zitten nog van die nepzakken op de achterkant. Dus dat is ook net even iets meer een detail. En je voelt gewoon dat de kwaliteit van deze broek echt top is. Hij loopt een beetje flared uit, waardoor je eigenlijk gewoon de lengte van de benen nog meer benadrukt. En ik had dit al zo lang op mijn wishlist staan. Dus dat ik eindelijk geslaagd ben, daar ben ik wel echt super blij mee. Nou, toen ik de broek stond te passen in het pashokje, heb ik op een gegeven moment mijn oog laten vallen op een hanger wat aan de wand hing. Waar een heel tof jurkje aan hing. Ik vond het wel echt gewoon een tof jurkje. En zoals ik net al zei, ik heb eigenlijk genoeg zwarte jurkjes, maar ik zag hem hangen. En volgens mij was hij ook nog niet eens zo heel duur. Ik weet niet alle prijzen meer uit mijn hoofd, dus die kun je even terugvinden in de beschrijving. Ja, dat was dit jurkje en ik hou sowieso erg van zo'n overslag, zeg maar zo'n mooie V. Ik vond het stofje heel erg tof. Je zal ook wel zien tussen de items die ik heb gekocht, het is of een bepaalde kleur die me aanspreekt, een bepaalde vorm of een bepaald materiaal, printje, noem het maar op. En bij deze was het dus eigenlijk inderdaad ook het geribbelde van de stof. En zwart, altijd goed. Maar ik vond de halslijn dus ook echt heel erg mooi. Er zit nog een ceintuur aan de jurk, dus je kan hem ook mooi tailleren. Hij is net iets over de knie. En toen dacht ik van, die wil ik er ook nog wel even passen. En achteraf wou ik dat ik dat niet gedaan had, want ik liep het pashokje uit. En het was echt zo van, wauw, die jurk staat je mooi. En ik keek in de spiegel en ik dacht, wauw, dit is echt wel een hele mooie jurk. Dan kan je hem eigenlijk gewoon niet laten hangen. Dus ook al ga ik niet echt iets doen met kerst of oud en nieuw. Want je bent gewoon lekker thuis met je familie. Denk dat ik hem toch gewoon lekker ga aandoen. Misschien wel met mijn nieuwe hakken. Dus ook deze jurk is zeker een goede aankoop geweest. Ik heb een super goede service gehad bij House of Tall. Dus ik ga zeker nog een keertje terug. Ja, dan zijn we qua kleding er bijna doorheen. Het is natuurlijk echt al best wel veel wat ik heb laten zien. Maar ik heb nog twee items en daarna heb ik nog wat accessoires die ik met jullie wil delen. Ik heb ook een bestelling geplaatst bij Naked. En zoals ik net al zei, niet alles wat ik daar besteld had was helemaal de juiste maat eigenlijk. En dat was voornamelijk de lengte. Ik had ook een aantal toffe tops besteld.
Maar die vielen toch niet helemaal lekker zoals ik het wilde hebben. Dus ik had zoiets van, weet je, ik ben gewoon kritisch. En ik ga gewoon echt houden wat ik fijn vind zitten. Wat ik ook echt ga dragen. En dat zijn uiteindelijk deze twee items geworden. Allereerst nog een trui. En ja, dat is wel grappig, want ik pakte deze trui uit samen met mijn moeder. En toen zei ze gelijk, oh, dat is echt zo'n Pillow Talk kleur. Dus ja, voor degene die bekend zijn met de Charlotte Tilbury Pillow Talk collectie. Daar heb ik natuurlijk een aparte video over gemaakt ook. Dit is de Pillow Talk trui. En oprecht, ik vind het gewoon echt een prachtige kleur. Hij heeft een mooie, wat diepere hals op de rug. Hij kan mooi off the shoulder vallen, maar je kan hem ook wat hoger doen. Hij zit er erg fijn, heeft een mooie kwaliteit. En ja, de kleur, het is de Pillow Talk trui. Dus op het moment dat ik hem aan heb, dan is het zo van, oh, je hebt je Pillow Talk trui weer aan. Dus ja, het is gewoon echt super tof en een leuk detail. Maar ik vind het ook echt een hele fijne trui. En als laatste benekend kocht ik nog deze trui slash jurk. Het is eigenlijk een trui voor mij, maar ik kan me voorstellen dat het bij sommige mensen meer een jurk is. Hij is best wel zwaar, want het is ook echt zo'n gebreide stof. Maar dit is hoe dat hij eruit ziet. Het heeft echt allemaal van die kabels in verschillende ja, vormen en maten, zeg maar. Op de achterkant zit een strik om het dus net even ietsjes meer mooi te laten vallen. Ik heb bijvoorbeeld laatst aangehad met de nepleren broek eronder van de Topshop. Omdat deze jurk natuurlijk net even ietsjes wat klassieker is. Een beetje wat meer een wollige look. En zo'n leren broek maakt het dan net even iets stoerder. Dus ja, ik vond dit ook echt een hele toffe aankoop. En toen ik hem in mijn mandje deed, had ik wel zoiets van, I don't know, maar toen ik hem aan had, had ik zoiets van, ah, I love you, lekker warm, het zit mooi. Hij valt ook mooi over de billen heen, dus het zit ook gewoon nauwsluitend bij je curves. En dat vond ik gewoon echt wel heel tof. Dus ja, ook met deze aankoop ben ik heel erg blij. Dan kocht ik nog een item bij Naked, die zitten in dit zakje. Dat zijn namelijk een paar oorbellen. En de Naked bestelling heb ik gedaan met Black Friday. En er was volgens mij 30% korting op alles. Dus ja, dat was natuurlijk wel echt heel tof. En toen heb ik ook nog deze oorbellen in mijn mandje gedaan. Sowieso hou ik heel erg van ja, lange, grote oorbellen. Dat weet je waarschijnlijk. Waarschijnlijk al als je langer naar mijn video's kijkt. Ik vind ze ook echt super tof. Als ik ze zo vast heb, dan is het al best wel zwaar. Dus ja, dat is niet helemaal ideaal. Maar ik vind ze wel echt super tof. En uiteindelijk heb ik hier maar 7 euro voor betaald of zo. Mooie kwaliteit, zien er echt tof uit. En geeft echt wel een beetje zo'n edgy look. Dus bijvoorbeeld ook bij die trui die ik net liet zien van Naked. Is dit echt wel een heel gaaf item. Dus ik zal ze misschien niet een hele dag in doen. Maar voor een video vind ik het wel echt heel tof. Dan heb ik nog een paar oorbellen gekocht. En dat zijn de oorbellen die ik nu in heb. Die heb ik gekocht bij My Jewelry. En die zijn van de Chunky Chain collectie. Het zijn eigenlijk gewoon ringen, maar dan met chains, dus schakels. Ik heb natuurlijk ook een horloge met schakels en ja, ook een aantal kettingen en armbanden met schakels. I love schakels. Dus ik vond dit ook wel echt hele toffe oorbellen. Ze zijn van staal, dus ze zullen ook niet zo snel verkleuren. Zitten fijn en is gewoon net even wat kleiner, wat subtieler, maar door die schakels is het toch even wat meer edgy. Dus dat is ook een hele toffe aankoop geweest. Dan kocht ik ook nog een scrunchie bij My Jewelry. Ik heb er ook een aantal besteld op AliExpress. Degene die ik eigenlijk al had, maar dan even een vernieuwde versie, wat andere kleuren ook. Eentje die bijvoorbeeld past bij mijn paarse trui. Eentje die past bij mijn Pillow Talk trui. Noem het maar op. Maar daar kwam ik ook een leather look scrunchie tegen. En dit vond ik ook echt wel heel tof. Bijvoorbeeld bij die leren broek. Of gewoon als een, ja, een look net even wat meer edge nodig heeft. Vond ik dit ook wel een tof item. Dus ja, het is een leather look scrunchie. Ik heb hem toevallig van de week ingehad. Zit ook fijn. Zit ook stevig. En ja, ik ben dol op scrunchies. Denk dat ik dat niet verder hoef toe te lichten. Dus dit vond ik ook een toffe aankoop. En dan het allerlaatste item in deze shoplog, dat is deze riem. En deze heb ik gekocht bij jurkjes.com, als ik me niet vergis. Ik was namelijk nog op zoek naar een riem voor in de zwarte pantalon van House of Tol. En ik heb uiteindelijk voor deze gekozen. Want ik zal je vertellen, die broeken die ik draag van de Topshop, daar zitten dus geen riemlusjes aan. Dus het is echt gewoon een stretchbroek, zeg maar, waar geen riem nodig is. Dus ik heb een aantal jaar geleden al mijn riemen weggedaan. En ik had vroeger een paar van die hele grote grove riemen die ik echt super fout combineerde. Maar dan heb ik het echt over de middelbare schooltijd. Dus ik had helemaal geen riemen meer in de kast. En toen zag ik dat die zwarte pantalon wel van die riemlusjes had. En juist omdat het een wat nettere broek is, had ik zoiets van zo'n toffe, net iets meer edgy riem. Is wel heel gaaf. Maar een riem online bestellen vond ik toch altijd wel een beetje spannend. Want je weet natuurlijk nooit ja, hoe dat die valt. En het is wel de bedoeling dat je hem een beetje wat losser kan dragen. Maar uiteindelijk heb ik dus voor deze riem gekozen. Hij heeft eigenlijk van die dubbele gaatjes. Gewoon zwart leer met, of tenminste nepleer is het geloof ik. Met zilveren studs eigenlijk. En het is net even wat meer edgy en het kan natuurlijk ook bij genoeg andere outfits. Nou, dan waren dit in ieder geval al mijn fashion en ja, accessoire items eigenlijk die ik de afgelopen maanden heb gekocht. Ik heb het een beetje bij elkaar verzameld en zoals ik al zei, het was best wel onverwachts. Ik had eigenlijk helemaal niet op de planning staan om heel veel kleding te gaan kopen. Maar vooral bij Zalando ben ik dus echt wel goed geslaagd. Het zijn verschillende merken, dus ik heb gewoon echt een beetje zitten kijken van, oh, wat vind ik eigenlijk leuk, wat vind ik weer wat origineler. En dat heb ik ja, gekozen om te proberen. Dit was ook mijn eerste bestelling bij Naked en ja, dat zou ik ook gerust nog een
keertje doen. Ik vond het ook heel tof om naar House of Toll te gaan. Want ja, ook daar werken natuurlijk dames en heren die ook echt lang zijn. Dus dat was ook gewoon heel erg leuk om daar een beetje mee te socializen. H&M heeft ook echt hele toffe items. Dus ja, ik ben echt wel goed geslaagd, denk ik. Dus ik ben vooral erg benieuwd wat jij het tofste item uit deze video vindt. En of dat ik jou ook heb geïnspireerd met een van deze items. Vond je nou een toffe video? Doe natuurlijk zeker even je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ram dan op de rode abonneerknop onder de video. Om ook lid te worden van de Sharkademy familie. Want we hebben namelijk afgelopen week de 2000 Sharkademy familieleden gehaald. Ik heb nog steeds een grijns op mijn gezicht van oor tot oor. En dat blijft voorlopig nog wel even. Dus dat vind ik echt super tof. Dank jullie wel daarvoor. En ja, mocht je daar nog niet bij horen. Ja, ik zou zeggen, kom er dan lekker bij. En laten we de Sharkademy familie nog groter worden. Voor nu wil ik jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie weer graag zondag weer met een nieuwe kletsvideo. Tot zondag! Doei!